het scheepvaartverkeer heeft er een hoop last van gehad, van die mist. In de grote steden kwam het erop neer dat alleen de ponten nog voeren. En dan nog met een heleboel vertraging. Maar er zat in ieder geval wat beweging in. Dat kon van het luchtverkeer niet gezegd worden, dat lag volkomen stil. Op Schiphol kwam geen vliegtuig binnen. En er vertrok er ook niet een om de eenvoudige reden dat alle luchthavens in West-Europa potdicht zaten. Warm ingepakt stonden de machines op het Amsterdamse vliegveld te wachten. De Bild heeft gezegd dat het de ergste mist was sinds jaren. En dat willen we graag geloven. Maar toch zijn we geen pessimist. Wij zeggen, hij klaart wel weer optimist. Ziet u wel? Maar lastig was het, dat is een feit.